Ik ben Eske Beks en het boek wat ik iedereen kan aanraden is Werk van Josse de Pauw. En Josse de Pauw is een landgenoot van mij. Hij is een fantastische acteur en een heel erg begenadigd schrijver. En hij schrijft in het boek eigenlijk allemaal korte stukjes waarvan de meest favoriete over van mij, in ieder geval, de meest favoriete van mij over zijn dochter gaan en over Boke. En Boke is een man en die gaat dan in winkels poëziebundels lezen en dan leert hij elke dag een gedicht uit zijn hoofd. En dat komt omdat hij die bundels niet kan betalen. Dat vind ik zo, ja, prachtig gegeven. En hij schrijft ook prachtig in het boek over Japan. Zo mooi dat ik soms het gevoel heb dat ik in Japan ben geweest.